mijn twee panelleden. Te weten vandaag publiekspreker Gen Z-expert Laura Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En Nick Hoekstra, de landelijk vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen, Nick. Goedemorgen, Ilan. En goed dat je er bent. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met zonnepanelen. Europese installateurs en groothandels zijn momenteel aan het hamsteren zonnepanelen uit China. Na leveringsproblemen in de coronaperiode zorgen bedrijven nu voor voldoende voorraad en willen ze profiteren van de lage prijzen. Rystad Energy meldt dat er voor meer dan 7 miljard euro aan zonnepanelen in Europese opslagloodsen liggen. Schrijft Trouw vandaag, maar ja, de dagen dat die dingen zomaar klakkeloos konden worden gemonteerd en aangesloten, die zijn voorbij. Berichten over dat ons stroomnet vol raakt vliegen ons om de oren. Zonnepanelen leveren steeds vaker niet terug. Kortom, ja, meer zonnepanelen erbij betekent misschien wel meer overlast. En daarom onze stelling vandaag. Voordat we verder gaan met zonnepanelen aanleggen, moet het stroomnet worden versterkt. Zometeen hoor je hoe Laura en ik erover denken. Maar ik begin bij David van der Burg. Hij is algemeen directeur bij de Zonnefabriek. Zij installeren zonnepanelen. Goedemorgen, David. Goedemorgen. Voordat we verder gaan met zonnepanelen aanleggen, moet het stroomnet worden versterkt. Wat vind jij? Ik vind het van niet. Nee, ik vind dat we daar full pool mee door moeten gaan. Mm-hmm. En dat netcongestie, alle problemen die erbij komen kijken, dat daar andere oplossingen gevonden moeten en kunnen worden overigens. Ja, liggen die problemen wel met elkaar in het verlengde? Hebben ze met elkaar te maken? Absoluut, maar dat heeft sowieso te maken met de overstap naar een duurzame energievoorziening. Mm-hmm. We worden steeds afhankelijker van energie uit zon en uit wind. Op momenten dat het niet altijd voorspelbaar is. De afstemming van het verbruik daarvan is natuurlijk ingewikkeld. Moeten we aan leren wennen. We zitten nu op ongeveer 40% energie die we gebruiken uit duurzame bronnen. Dat moet naar 85% in 2030. Mm-hmm. Dat is een enorme omslag en het gaat veel aanpassingen vergen nog. Ja, en waarom zeg je dan niet, laten we even een pas op de plaats maken, dat we die infrastructuur op orde krijgen en daarna weer verder gaan? Nou, omdat ik niet geloof dat we de infrastructuur op orde krijgen de oplossing is. Niet als je het hebt over het alleen maar het verzwaren van het net, zodat je ook op maximale momenten van heel veel wind, heel veel zon, dan ook het net nog helemaal volop kunt belasten. Mm-hmm. Ik geloof dat de oplossing veel meer moet zitten in slimme cablepooling, slimme batterijoplossingen, zodat je een beetje buffertjes hebt op verschillende plekken in het net. Dat we daar meer de oplossing moeten zoeken voor dit probleem. Ja, dus ik zeg maar even lokaal oplossen in plaats van dat je het landelijk gaat oplossen. Blijf even bij me, kom ik zo bij je terug en gaan we alle ins en outs en details bespreken. Rondje mijn panel, Laura. Voordat we verder gaan met zonnepanelen aanleggen, moet het stroomnet worden versterkt. Wat vind jij? Nee, ik ben het hier niet mee eens. Ik vind sowieso dat duurzame energie is gewoon de toekomst. Dus daar moeten we in investeren. En ik zou veel eerder zeggen van, nou, misschien moeten we dan die grote datacentra, die niet heel veel toevoegen aan Nederland, dan moeten we die mijden, want die kost heel veel stroom. En dat gewoon burgers wel lekker zonnepanelen op hun dak kunnen leggen. Uh-huh. Maar wat ik een beetje mis, wat ik me ook afvraag, en ik ben heel benieuwd hoe de expert daarover denkt. Ja. Wat is nou de oplossing? Wat moet politiek hier nou gaan doen? Welke wetgeving hebben wij nodig om ervoor te zorgen dat dat stroomnet zo snel mogelijk niet overbelast is? Want we hadden vorige week ook iemand in de uitzending en die zei van ja, ik heb nu zonnepanelen aangelegd en dat kost mij geld als er te veel zon is. Ja. En daarvan zou ik dan wel zeggen, nou geef die mensen subsidie, want een Tesla-rijder krijgt ook subsidie. Dus op het moment dat jij moet betalen omdat je geïnvesteerd hebt in groene energie, moet je daar subsidie voor krijgen. Ja. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd, hoe kunnen we nou zorgen dat dat stroomnet zo snel mogelijk niet overbelast is. Ja, oké, die vraag ga ik zo stellen. Maar je zegt in de tussentijd niet de boel ophouden, wel gewoon doorgaan. Nick, wat vind jij? Ik ben het daarmee eens. Ik vind ook dat wij dat we die groene transitie nu echt moeten gaan maken. Mm-hmm. Er is de afgelopen jaren heel veel op ingezet. Ik zou het zonde vinden als we dat nu stoppen door dit soort problemen, waarvan ik denk dat expert heel terecht zet, die horen er nu eenmaal bij. En daar vinden we echt wel weer een oplossing voor. Maar wel heel erg benieuwd naar het antwoord ook. Nou, laten we maar gelijk naar het antwoord gaan dan. Het is bijna alsof we nu het hele half uur gelijk gaan samenvatten in minuut 5. Maar dat geeft niet zoveel. Laten we dan maar kijken. Ja, David, wat Laura net vraagt. Waar zitten dan oplossingsrichtingen? Je hebt al een paar dingen genoemd. Batterijen gaan we zo nog even verder uitdiepen. Maar ook, wat moet er nou aan dat net structureel gebeuren? Nou, wat langer ook noemt, wat heel interessant is, dat sommige mensen met zonnepanelen nu met een dynamische energietarief betalen op dit moment op momenten, bijvoorbeeld zondagmiddag als de zon schijnt en de wind waait hard en er is heel weinig verbruik van de industrie, dan worden de prijzen van energie negatief op de Apex-markt. Je hebt steeds meer dynamische energietarieven in de markt, ook voor consumenten. En volgens mij is dat juist een hele mooie ontwikkeling. Want dat zorgt ervoor dat die mensen met zonnepanelen denken, hey, dan kan ik misschien een wasmachine aanzetten. Of hey, misschien is het wel interessant voor mij om voor dit soort momenten even de energie op te kunnen slaan in de batterij. Ja. Zodat ik later, als om 6 uur 's avonds iedereen thuis komt, de auto oplaad, de inductiekookplaat aanzet, diezelfde stroom, die even overdag nog negatief was,
op een later moment gebruiken. En op die manier krijg je eigenlijk juist prijsprikkel in de markt, ook naar de eindklant en naar de consumenten, om dus op momenten dat er veel zon is, dat af te nemen. Ja. Middels batterijen of middels apparaten die je snel slim kunt aansturen. En daarmee balanceer je in feite ook het net en werk je op die manier ook een beetje aan de oplossing voor aanbod en ja, afname, zeg maar, afstemmen. Ja, maar ben ik dan niet als particulier de structurele problemen van de energieleveranciers en van de infrastructuurbeheerders aan het oplossen? En hoe wenselijk ja, is dat? Ja, dat klopt, maar ik denk dat het niet zonder kan. En ik denk, kijk, het net is zoals voor ons allemaal. We hebben natuurlijk netbeheerders en die zijn daar verantwoordelijk voor. Alleen je kunt ze niet in een samenleving die ook afhankelijk wordt van zeg maar, aanbod van duurzame energie. Mm-hmm. Daar ben je van afhankelijk met z'n allen. Ja, daar zul je toch iets voor moeten doen. Ik vind het een mooie theorie, maar wat u net zegt, kijk, mensen werken natuurlijk gewoon overdag. Een merendeel van de mensen. En ja, de zon is er voornamenlijk overdag. Dus dat is dan leuk dat het overdag heel mooi, hè, dat je dan denkt, nou, ik kan nu mijn was gaan draaien. Maar als jij gewoon aan het werk bent, dan wordt dat natuurlijk heel erg lastig. Dus dan heb je er alleen in het weekend wat aan. Precies. Er zijn eigenlijk een beetje twee filosofieën. Hè. Inderdaad, er zijn heel veel mensen die geloven heel erg in de slimme aansturing van apparaten. Ik ben daar ook niet zo van overtuigd. Omdat je inderdaad, zoals je zegt, je auto die staat op je werk overdag. Dus die kun je niet laden. Je wasmachine, ja, die had je dan 's ochtends moeten instellen op 12 uur 's middags aanschieten. Of van afstand, hè, dat kan allemaal. Mm-hmm. De andere methode is natuurlijk dat je als huishouden een klein batterijtje hebt in je meterkast. Die gewoon op een hele slimme manier, op het moment dat jouw zonnestroom volop binnenkomt en je gebruikt niet, dat even opslaat. En op het moment dat je het op de markt terug zou voeden, zou die prijs misschien wel negatief zijn. Hè? Dus dat kost het je effectief geld. Mm-hmm. Maar laat je die dan even opslaan om die avond, als jij je wasmachine wil draaien, diezelfde stroom gewoon weer te kunnen gebruiken. Daar geloof ik veel meer in. En dan neem je in feite ook al het regelwerk en het nadenkwerk. Want het is toch een low-interest product. Hè? Ik bedoel, stroom, dat moet er gewoon zijn. Het moet uit het stopcontact. En je hebt geen zin als consument om daar altijd over na te denken. Dus ik geloof veel meer in de slimme batterij aanpak. Ja. En sturing die je gewoon één keer instelt. Optimaal stroom achter de meter houden. Optimaal gebruik maken van de lage energieprijzen op het net. En dan werkt dat allemaal voor je. Ja, toch eigen stroom gebruiken, hartstikke leuk. Maar als ik een zonnepaneel heb, dan gaat dat de helft van het jaar goed, namelijk in de zomer. En de andere helft van het jaar, dan schijnt er amper zon. Dus dan moet ik al mijn wasjes in de zomer gaan draaien. Dat is ook een beetje onhandig. Nee, daar krijg je een enorme wasberg van. Dat is natuurlijk niet handig. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die wel meer. Kijk, bijvoorbeeld verwarming. We schakelen steeds meer auto op hybride warmtepompen ook voor verwarming. Dat betekent dat het elektriverbruik ook in de winter juist behoorlijk omhoog gaat. Mm-hmm. Nou, die is best wel moeilijk combineerbaar met zonne-energie. In veel zuidelijke landen, bijvoorbeeld Spanje, waar de markt nu echt in opkomst is, ook vrij laat, zie je dat er heel veel airco gebruik. Nou, die heb je natuurlijk juist nodig op het moment dat er ook veel zonnepanelen of zonne-energie is. Mm-hmm. Want dan wordt het warm. Dus dat is veel meer makkelijk op elkaar af te stemmen. Dus wij moeten denk ik ook zoeken, en een deel is dat gewoon de batterijen, maar een andere deel is dat warmtepomp, boilers kunnen zijn voor sanitair warm water, wat je eigenlijk het hele jaar door gebruikt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook een soort warmtebatterijtje, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Op die manier moet je dat op elkaar af kunnen stemmen. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.